2023 is officieel aangebroken en dat betekent ook een splinternieuw gamejaar. In de eerste helft van 2023 staan er behoorlijk wat grote games op ons te wachten, van uitgestelde sequels en remakes van klassiekers tot aan volledig nieuwe IP's. Wij nemen je mee langs de game releases die de eerste 6 maanden van 2023 gaan definiëren en welke jij alvast op de agenda moet zetten. But then, a dark presence emerged. Sombron. Marth, what was I like? Well, you were kind, as you are now. There's no need to remember everything at once. 2023 knalt met januari al een eerste sterke release maand in. Fans van strategiegames en RPG's kunnen een hart ophalen met Fire Emblem Engage voor de Nintendo Switch. Dit vervolg op het razend populaire Three Houses uit 2019 belooft ook weer lekker veel simulatie-elementen te bieden, maar het schijnt ook dat de game teruggaat naar de roots van de franchise, met onder andere de klassieke gevechtsdriehoek. Ook keren allerlei bekende gezichten uit de franchise terug, dus bereid je voor op een lekker portie nostalgie. Fire Emblem Engage verschijnt op 20 januari voor de Switch. 4 dagen later is het alweer tijd voor Forspoken. Volgens Square Enix maakt deze game volledig gebruik van de capaciteiten van de PlayStation 5 en verschijnt die daarom niet op de PS4. Als het personage Frey vuur je allerlei flitsende spreuken af op vijanden die er in de demo al prachtig uitzagen. Daarnaast kun je met de snelheid van een superheld door de magische bossen en velden van de wereld bewegen. Hoe het verhaal van Forspoken in elkaar steekt, dat is nog niet helemaal bekend, maar met 2 zeer gewaardeerde schrijvers aan boord belooft Forspoken een uitstekende game te worden. Op 27 januari verschijnt de Dead Space remake. Het origineel uit 2008 zag er al op en top uit, maar voor de next-gen consoles lijkt deze game echt zinderend spannend te worden. De unieke sci-fi horror game krijgt dus een tweede kans en gaat naar alle waarschijnlijkheid een hele nieuwe generatie fans binnenhalen. Dead Space is en blijft immers een klassieker. En dan gaan we het kille februari in, met een game die veel Harry Potter fans een warm gevoel gaat bezorgen. Hogwarts Legacy wordt een gigantische simulatie van de Wizarding World, waarin spelers als een vijfdejaarsstudent rond kunnen dwalen in Zwijnstein en de wereld daarbuiten. Fans van de race kunnen dus volledig in de wereld uit de boeken en de films worden gezogen, een decennium voordat Harry Potter geboren werd, en onder meer toverlessen volgen, op school en lekker klooien in de kamer van de Hoge Noot. En, hoe kan het ook anders, vliegen op bezems en hippogrieven langs de bergtoppen van Schotland. Hogwarts Legacy verschijnt op 11 februari. Als je portemonnee dan nog steeds niet leeg is, dan verschijnt op 22 februari de PlayStation VR 2. En daarmee ook een hele hoop nieuwe VR-games. Eentje die boven alle releases uitsteekt is natuurlijk Call of the Mountain, de eerste VR-ervaring in de Horizon franchise. Zowel Zero Dawn als Forbidden West wisten ons volledig in de schitterende post-apocalyptische wereld te trekken en waarschijnlijk gaat deze VR-game dat ook doen. De PlayStation VR 2 bevat trouwens ook een hele hoop indrukwekkende specs. Met een OLED-scherm van 2000 pixels per oog, een refresh rate van maximaal 120 Hz en eye-tracking camera's. Je moet er wel flink wat voor lappen, want de PSVR 2 kost 600 euro. Doe dat. You shall be a free man. It will take all your wits, your skills, and courage. Op 17 maart verschijnt Star Wars Jedi Survivor, het vervolg op Star Wars Jedi Fallen Order. Fallen Order was misschien wel de beste Star Wars game ooit gemaakt, dankzij de charismatische Cal Kestis en Souls-like elementen die de lightsaber gevechten oh zo vet maakten. Met meer gameplay elementen en een grotere wereld kunnen we niet wachten wat Respawn nog meer te bieden heeft. Precies een week later komt de remake van Resident Evil 4 uit. Deze survival horror klassieker is misschien wel de meest iconische van alle Resident Evils. Dus het is logisch dat we met z'n allen niet kunnen wachten op deze game. Het wordt straks weer bibber op de bank wanneer we in de huid kruipen van Special Agent Leon S. Kennedy, terwijl we achterna worden gezeten door een stelletje geïnfecteerde gekken. We slaan een maandje over, want in mei komt misschien wel de beste game van het jaar uit. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom is namelijk de meest geanticipeerde game van het jaar. Dat was ook in 2022 trouwens, en ook in 2021. Het vervolg op Breath of the Wild belooft in ieder geval, net als die game, net zo'n fenomenale open wereld te bieden, met nog meer lagen. Link bevindt zich deze keer namelijk ook in de lucht, op zwevende rotsblokken en vliegende platformen, en misschien zit er ook wel een tijdreisaspect in de game. Tears of the Kingdom komt op 12 mei naar de Nintendo Switch. De nieuwste Street Fighter, het zesde deel alweer, komt op 2 juni uit.
Bereid je maar vast voor om met Ryu en Chun-Li los te gaan op je tegenstander met een nieuwe artstijl, een singleplayer mode met 3D gameplay en toegankelijke controls voor nieuwkomers. De strijd met Tekken 8 voor de beste fighting game van 2023 is dus begonnen. Op 6 juni komt het meermaals uitgestelde Diablo 4 uit. Het vierde deel uit de Diablo-reeks werd namelijk al in 2019 officieel aangekondigd, maar halverwege dit jaar kunnen fans eindelijk een hoop nieuwe dungeons trotseren. Diablo 4 moet zowel groter als duisterder worden, met een heuse open wereld, een campagne met verschillende keuzes en een vibe die heel erg doet denken aan het Diablo 2. Op 22 juni komt een van de meest geprezen Japanse RPG-reeksen met alweer het 16e deel. Final Fantasy 16 verschijnt exclusief op de PlayStation 5 en de filmische trailers zien er in ieder geval prachtig uit. Daarnaast lijkt deze Final Fantasy nogal af te wijken van de andere spellen, omdat het de eerste 16-plus game wordt. Verwacht dus bruut geweld, scheldwoorden en ook wat intieme scènes. De game doet nu al een beetje denken aan Game of Thrones, omdat het verhaal zich in een middeleeuwse setting afspeelt met meerdere naties die de strijd met elkaar aangaan. Dit zijn de grootste games die in de eerste helft van 2023 verschijnen. Het belooft dus een prachtig gamejaar te worden met hopelijk een aantal nieuwe klassiekers, goede remakes en vette vervolgen. Welke game wil jij het liefst spelen in 2023? Laat het achter in de reacties en vond je dit een goede video? Laat dan even een duimpje omhoog achter en druk op die abonneerknop.